Dus ik ben door de douane heen. Dat was een aardig gedoe. Ik was hier namelijk best wel vroeg. Ik ging namelijk om 9:00, 9:30 ging ik namelijk met de bus van Toulada naar Valencia toe. En dat ging in principe best wel snel, want het was wel een busreis van 3:00. Dus ik was hier om 1:00, want ik had een taxi genomen. Omdat ik echt geen zin had om uit te gaan zoeken hoe ik van de bus met openbaar vervoer naar het vliegveld kon. Volgens mij was het ook nog 3 kwartier. En heel eerlijk gezegd, ik stresste hem helemaal kapot. Tot net aan, ik ben dan nu door de douane heen. Mijn mondkapje zakt trouwens af. Ik ben nu dus net dan door de douane heen. Het was ook nog best wel een gedoe. Ik weet namelijk echt niet of ik allemaal papieren op orde heb. En hoe het allemaal is geregeld. En hoe streng ze allemaal controleren. Daarom stresste ik hem de afgelopen dagen al heel erg. En toen dat ik hier net was, eigenlijk nog wel erger. Want ik moest mijn visum laten zien. In ieder geval, dat vroeg zij dus aan mij. En ik liet dus mijn visum zien. Alleen dat was dus niet het document wat ze wilden zien. En ik was me dus al aan het stressen over of alles wel in orde was. En als dan in één keer mensen met 5 man je document controleert, dan ga je toch wel even afvragen of alles klopt. Maar goed, toen ik eenmaal het document had laten zien, mocht ik eigenlijk zo in één keer door. Douane was hier wel in één keer heel streng, want ik heb altijd een flesje water mee. En die moest ik in één keer weggooien. Dat vond ik wel een beetje raar. Dus ik heb nu 3 flesjes water gehaald voor onderweg. In principe hoef ik eigenlijk nog maar 1 uur te wachten. Dus dat is fijn. Oké, het is dag 1 van quarantaine. Ik ben echt mega moe. Ik ben vanaf 3:00 s'nachts ben ik wakker. Het is nu kwart voor 9:00. En mijn ontbijt was heerlijk. Ik zal er even een foto van laten zien. Ik heb ook gevraagd voor een ander ontbijt morgen, want er zat nu ook vlees in. En er was sowieso al wat fout gegaan met mijn reservering van mijn hotel. Want ik had geen lunch en avondeten erbij in. Waar ik nu wel blij mee ben, want je betaalt bijna 100 euro meer voor. En als het eten is, wat je net zoals had met ontbijt, daar had ik niet bij gehoord. Dus ik heb nu eten besteld en dat ga ik proberen. Ik heb het via Grab gedaan en ik moet zeggen, het is eigenlijk best wel top. Want ze hebben het echt gewoon helemaal gesealed. Ik heb een ei besteld. Het is blauw. Fuck, maar goed, dat maakt niet uit. Ik heb een soort van, ja, sap besteld. Ik weet niet wat dit aan de onderkant is. Volgens mij zijn het zaadjes. Ik heb tempeh besteld. Volgens mij is dit rijst. Dit wordt mijn lunch, ontbijt. Ik weet het niet. Want ik moet ook gaan kijken wat ik voor vanavond ga bestellen. Volgens mij moet ik vandaag ook een coronatest doen. Iets in ieder geval. Vegetarisch, dus ik ben benieuwd of ze ook echt weten wat vegetarisch is. Mis volgens mij de rijst. Hebben ze dat erin genomen? Nee. Dat is wel een beetje jammer. Of heb ik dat niet besteld? Jawel. Wacht. Had ik wat anders besteld? Oh, volgens mij had ik deze besteld. Ik weet het niet meer. Ik was zo aan het zoeken. Even kijken.
Oh ja, dat is dit. Ik weet niet wat dit is. Oké, dit ziet er echt niet lekker uit. Zal dit vlees zijn? Nee, wel. Ik weet niet wat dit is, maar het is een vegetarisch restaurant. Lijkt het op dit? Oké, het lijkt erop, dus dan kan het wel. We gaan het maar even proeven. Het is oprecht lekker. Ik ben echt een beetje moe. En ik wil dus koffie gaan bestellen. Maar dat komt hier pas vanaf 10 uur. En mijn ontbijt, dat gaat ook niet eerder komen. Sowieso is dat ontbijt toch niet lekker. Dus ik heb er weer besteld. Alleen ze hadden geen warme koffie. Dus ik heb een koude koffie. Koffie is koffie. En dat heb ik wel nodig. Oh, dit is echt top. Ze kennen hier volgens mij geen brood. Of ze kennen hier niet ontbijt. Want het enige wat ik kon vinden was echt gewoon warm eten. Ik heb meteen 3 besteld. Dus ik honger heb vandaag. Kan ik dat eten? Dus dat gaan we maar even doen. Dag 2 van quarantaine. Oké, dit is mijn ontbijt dag 2. En ik moet zeggen, het ziet er wel al wat beter uit dan gisteren. Ik had gevraagd om een vegetarisch en volgens mij staat dat zeg maar ook op de doos. Alleen volgens mij snappen ze niet helemaal wat vegetarisch is, want volgens mij, als ik het zo bekijk, is dit gewoon vlees. Maar goed, ik heb al ontbeten, dus ik bewaar dit waarschijnlijk voor mijn lunch, dan hoef ik weer niet te bestellen. En ik ben benieuwd wat ik morgen krijg. Goedemorgen, het is vandaag maandag. Het is dag 2 van quarantaine. En ik dacht, ik ga jullie even een update geven over hoe mijn reis precies is verlopen. Ik heb namelijk niet veel beelden gefilmd. Ten eerste omdat mijn GoPro het in één keer niet deed. En er was wat mis met mijn kaart en hij gaf elke keer een error aan. En eigenlijk vind ik het zelf een beetje momenteel onprettig om veel te filmen. Vooral in Europa, omdat... Je mag ook eigenlijk helemaal niet reizen en dan als je dan met je GoPro zo over het vliegveld loopt, ja, dan voel ik me best wel aangekeken en ik voel me daar niet heel bepaald prettig bij. Maar goed, daarom heb ik dus ook niet veel gefilmd en ik dacht ik ga jullie ook even uitleggen hoe mijn reis precies is verlopen. Het begon namelijk op vrijdag. Ik ging om 8:15 met de bus van Tulane naar Valencia toe. En eigenlijk in die busreis, ja, was niet zo heel bijzonder. Het was een reis van 3 uur. En ik was eigenlijk ook best wel vroeg op Valencia. Wat ervoor heeft gezorgd dat ik ook wel heel lang moest wachten voordat ik echt überhaupt mocht inchecken. Dus als je ooit naar Valencia toe gaat en je gaat terug naar huis vliegen. Nou, ik denk dat je makkelijk 2 uur van tevoren aanwezig kan zijn. En als je met je handbagage kan, dan kan je natuurlijk nog veel later er naartoe. Want ik heb volgens mij, ik vloog om 5 uur.
En ik kon pas om 3:15 inchecken. En ik was daar al om 1:00. Dus ik heb echt wel heel lang moeten wachten. Dus dan weet je dat ook. Mijn eerste vlucht was van Valencia naar Istanbul. En tijdens het inchecken hoefde ik eigenlijk maar 1 document te laten zien. En volgens mij heeft ze niet eens naar mijn coronatest gekeken. Ik heb hem er wel gegeven, maar volgens mij heeft ze niet gekeken. Want ze vroeg alleen omdat ik naar Indonesië ging. Een speciale Indonesian health card. Die heb ik laten zien. En daarna was het eigenlijk, kon ik zo in 1 keer doorlopen. En toen mijn eerste vlucht, die ging eigenlijk heel soepel. En voordat ik het wist, stond ik al buiten weer op het vliegveld. Het was best wel laat. Volgens mij was het 11:45. Ja, 11:45 of 10:45. Ik moest 3,5 uur wachten. En volgens mij een uur van tevoren moest wel naar onze gate toe. Dus ik was gewoon naartoe gelopen. En op een gegeven moment stond ik daar in de rij. En tijdens zeg maar de reis van, ik denk sowieso de hele periode. Vanaf het moment dat ik volgens mij dinsdag mijn vlucht heb geboekt tot en met vrijdag. Nou, dat kan mijn oom wel bevestigen. Heb ik eigenlijk alleen maar in stress gezeten. Alleen maar. Ik was over van alles en nog wat aan het nadenken. Want ik wist dus niet wat als ik niet word toegelaten. Want je hebt zoveel documenten nodig. En ik wist nou niet, omdat online zoveel verschillende dingen stond, of alles klopte. Ook met mijn coronatest, die had ik redelijk vroeg gedaan. En ik wist dus nou ook niet of die wel geldig was als ik dus in Indonesië aan zou komen. Uiteindelijk is het wel allemaal goed gegaan. Ik had dus echt onwijs veel stress. En in Valencia ging dat allemaal goed. En toen dacht ik op een gegeven moment in Istanbul over na. Ik was best wel moe, dus ik dacht er niet heel veel over na. Tot ik dus zeg maar in die rij stond tijdens het boarden. En er voor mijn mensen werden geweigerd. Nou, geloof me, echt mijn hart zat in mijn keel. Ik denk, ik had er alleen maar over nagedacht. Van ik ga sowieso geweigerd worden, mijn papieren kloppen niet. En dus dat was best wel dat ik echt dacht van, daar gaan we. Maar goed, ik liet dus op een gegeven moment, ik was aan de beurt, ik liet mijn documenten zien. En wat dus volgens hun het probleem was, is, ik had mijn visum aangevraagd in december. Dat was voor die lockdown. En hun zeiden dat je dus, dat was een nieuwe regel, dat je een visum nodig had vanaf datum 15 januari. Alleen dat is heel raar, want de lockdown was op 9 februari pas opgeheven. En vanaf dat moment kon je ook eigenlijk pas nieuwe visum aanvragen. En dat duurt volgens mij 7 tot 10 werkdagen. Dus je had helemaal geen nieuwe visum kunnen krijgen met die datum. Want vanaf 15 januari hebben ze ook helemaal geen nieuwe visums gegeven. Dus ik dacht ook op een gegeven moment van kutzooi, wat moet ik hier nu eigenlijk mee? Want mijn visum was gewoon nog geldig. En online stond ook dat je gewoon, als je al een visum had, je gewoon naar Indonesië kon gaan en dat dat helemaal geen probleem was. Maar tegen mij werd het gezegd, er waren letterlijk zijn woorden, nee, je wordt niet toegelaten. Ga maar naar de hulpdesk en zoek het daar verder maar uit. Alleen, ik was dus niet de enige, gelukkig. Er waren echt iets van 35 man en het was echt een hele grote groep Russen. Die ze ook allemaal die kant op gingen. En die waren van alles en nog wat aan het uitzoeken. Want die hadden allemaal extra documenten die ik niet had. En toen hebben we uiteindelijk gekeken via de website van de immigratiedienst. Of onze visum dus nog wel geldig was. En die gaf dus ook aan van dat het gewoon geldig was. En dat we dus gewoon naar Indonesië konden gaan reizen. Alleen, hun hielden gewoon echt zo erg aan hun mening vast van nee, dit is een nieuwe regel. Jullie komen niet het vliegtuig in, want jullie worden daar niet toegelaten. En volgens mij was het echt 15 minuten voor vertrek. Echt waar, ik was heel aan paniek. Heel erg zeggen, ik wilde gewoon bijna gaan huilen. Want ik denk, dan zit ik daar op Istanbul, wat moet ik gaan doen? Welke kant moet ik op? En het is vet zonde van je geld, want ik moest natuurlijk 5 dagen in quarantaine. Dus dat had ik al geboekt. Ik had mijn visum, die was aardig duur. Mijn vliegticket had ik natuurlijk al richting Jakarta geboekt. Dus dat zou dan eigenlijk allemaal weggegooid geld zijn. Alleen 15 minuten voor vertrek kwam er dus een vrouw aanrennen. Redde de engel. Ze kwam aanrennen op de hakjes. Helemaal aan het schreeuwen vanaf die andere kant van de vertrekhal. Want er waren met best wel veel man. En we waren echt best wel aan het rellen. Want iedereen was van mening dat we gewoon in een vliegtuig gingen stappen. Maar zij kwam dus aanrennen en volgens mij was het echt een discussie van 3 minuten. Ze was heel hard aan het schreeuwen. En voordat het eigenlijk wisselen was van, oké jongens, jullie mogen allemaal aan boord.
stap maar in en we gaan. Nou, iedereen was natuurlijk vet blij. Alleen, ik was best wel moe. Dus tijdens de vlucht zelf had ik me niet heel erg druk om gemaakt. Totdat echt anderhalf uur voordat we gingen landen. Toen dacht ik, ja kut. We zien Turkije al moeilijk doen. Dan gaan ze dan ook moeilijk doen in Indonesië. En toen wij aankwamen, was het eigenlijk echt mega goed geregeld. Want, wat was het? Je liep van je vliegtuig, zeg maar, richting je bagage. Maar je had allemaal stationen wat ze hadden neergezet. De eerste station was met allemaal stoelen. En dan moest je dus een soort van formulier invullen. Eigenlijk een soort van gezondheidsverklaring. Met gegevens van je vlucht, waar je ging verblijven. En welke documenten je allemaal klaar had liggen. Als je dat had ingevuld, mocht je dus een stap verder. Daar werd je, als ik goed zeg, je coronatest gecontroleerd. En die controleerde dan een papiertje. En dan werd eigenlijk handtekening gezet van oké, hij is nog geldig. Dan liep je eigenlijk door naar de douane waar je paspoort werd gecontroleerd. Daar moest ik mijn visum laten zien. En eigenlijk, volgens mij was het nog geen 10 minuten, had ik al mijn stempel in mijn paspoort. En kon ik eigenlijk zo naar mijn douane, door naar mijn bagage toe lopen. Alleen, toen vroeg ik me dus ook af, oké, hoe zit het met quarantaine? Want er werd helemaal niks over gezegd. En iemand anders kwam ook al naar me toe en die vroeg van, weet jij iets van die quarantaine? En weet jij hoe dat werkt? Ik zei van, nou, ik weet niet. Ik loop zo meteen gewoon naar buiten en ik kijk. Ik heb in ieder geval een hotel geboekt en ik ga daar maar gewoon heen als er niemand buiten staat. Maar terwijl we naar buiten liepen, stonden er eigenlijk al, want het was ook georganiseerd door mensen van het leger, stonden eigenlijk ook mensen, zeg maar, ook weer in stationetjes klaar. En diegene vroeg dan, ja, heb je al geboekt? Dus ik liet op een gegeven moment mijn gegevens zien dat ik had geboekt. En werd je eigenlijk opgehaald door het hotel zelf. En als je geen hotel had geboekt, dan was het de mogelijkheid om daar nog een hotel te boeken. Dag 3. Ik heb mijn ontbijt binnen. Volgens mij denken die mensen ook echt dat ik met 2 personen ben. Want ik bestel elke keer voor 2 personen. Maar ik heb echt mega erg honger. En ze hebben hier koffie. Oh, er zit in 2 keer. Ze hadden eindelijk warme koffie. Ze denken, ik bestel er meteen 2. Oh, want ik ben nog steeds echt mega moe. Oké. Kijk wat ze hebben gedaan. Dit is mega handig en onhandig. Hoe ga ik dit eruit krijgen dan? Hoe hebben ze dit erin gekregen? Oké. Oh. Nou, nu weet ik 100% zeker dat ik wakker blijf. Het regent buiten, trouwens, ook echt fucking hard. En ik heb onze asmat. Wow, dit is wel heel veel. Oké, dat maakt in principe niet uit. Ik kan het niet waren. Ik had een soort van brood besteld of zo. Ik weet niet wat het was. Ik ga eerst even. Laat zien. Ik heb ook echt geen flauw idee wat het is. Maar ze zeggen dat het brood is.
Dus ik ga het uitproberen. En ik heb twee van deze. Twee van die dingen. Ik had gisteren ook echt mega erg honger. Ik had gisteren sushi besteld. En ik had hier dan zeg maar die lunch gegeten. En 's middags nog in slaap gevallen. Waardoor ik uiteindelijk heel vroeg eten besteld. Want ik had die lunch niet opgegeten. Maar het was ook echt helemaal niet lekker. Oké, jongens. Hoe ga ik dit voor elkaar krijgen? Waarom? Misschien besap ik het wel. Maar hoe dan? Ik ga hier trouwens een foto van maken. Dit gaat ook nooit goed komen. Hoe hebben ze dit gedaan? Ik vraag me het echt af. Ze moeten gooien het helemaal over me heen. Ik hoop het niet. Oh, ik heb ook echt wel honger. Oké. Hoe moet je dit? Het is toch veel te heet. Ah, dat is heet. Ik weet niet wie het verzonnen heeft. Maar goed, ik heb een warme koffie. Ik hoop nou wel dat die lekker is. Hij ruikt wel lekker. Het is heel warm. Het vervelende aan die airco is dat hij het nu niet doet. Dat het is buiten echt best wel warm. Ja, het is wel warm, maar het is meer vies benauwd. Het is hier ook nu het regenseizoen. Alleen, ik heb hem nu dus elke keer aanstaan. En als ik naar buiten ga, dan heb ik sowieso echt een mega erge klap. Maar dat ding is, hij staat nu op 26. Eén moment is hij mega koud. En de andere moment, dan is hij echt heb ik het in één keer fucking warm. Er is geen gulle middenweg. Dit gaat beter. Zo. Twee bakken koffie. Hoppa. Nu weten we zeker dat we wakker blijven. Dag 3. Het is ondertussen al 6 uur, als ik het hier mag geloven. Ik heb net
3 uur geslapen. Ik dacht namelijk even, ik ga een half uurtje liggen, want ik ben elke keer om... Het is net om 2 uur ben ik echt helemaal kapot. En ik had het nu tot 3:30 kunnen uitstellen. Dus dat is al wel wat beter. Alleen, ja, om 2 uur geslapen, trouwens 2,5. Dus ik ben echt net wakker. Ik heb ook meteen eten besteld, want ik heb echt mega erg honger. Ik heb namelijk niet geluncht. Eten ziet er ook echt niet lekker uit. Ik heb veel rook. Oh jezus. Mijn tweede coronatest gedaan. En ik ga zo even naar beneden toe. Mijn eten komt over iets van 3 kwartier. Maar ik ga varen of ik gewoon buiten mag gaan zitten. Ik denk dat het geen probleem is. Ik hoop het. Want ik ben die quarantaine nu al zat. Nog 1 dag. Ik had ook eigenlijk gehoopt dat ik eigenlijk morgen weg mocht. Want ik ging vanavond de coronatest doen. En die man die zei dus tegen mij van... ja, dan heb je morgen de uitslag. En toen was ik eigenlijk gewoon mezelf een beetje blij aan het maken. Ik denk, mooi, morgen de uitslag. Dan mag ik morgen vast ook wel weg, toch? Alleen, dat mocht helaas. Dus dat is wel een beetje kut. Maar ik hoop dat hij morgen binnen is. Want dan ga ik mijn vliegticket boeken. Ik heb nog niks geboekt. Express nog niet. Want je vliegt of je coronatest moet 2 keer 24 uur. Is dat goed? Ja. Geld of moet 2 keer 24 uur. Zeg het goed. Ja, voordat je hem, zeg maar, voordat je vertrekt, moet die, mag die genomen zijn. Als je naar Bali toe wil. En die andere persoon die dus mee is, die had hem al geboekt en die vliegt om 2:30. Maar zijn test is waarschijnlijk niet meer geldig als die dan vliegt. Omdat we hem om 12:00 hebben gedaan. Maar ik weet niet hoe streng ze zijn, maar ik zei ook al tegen van, ik heb gezien om die risico te nemen om daar nou nog in 1 keer een coronatest te moeten doen en daar moeten wachten. Dus ik denk dat als ik hem morgen krijg, dat ik, volgens mij had je er 1 om 10:00, dat ik die ga nemen. En je had er zelfs eentje om 7:00, maar dat vond ik wel een beetje vroeg. Dus ja, dat dus. Ik hoop dat ik zo even een beetje buiten mag zitten, want... Nou, ik mocht even buiten zitten. Dus dat was fijn. Ik ben alleen wel helemaal... Lekkere plekken van beestjes. Goed zo. Ei. Ik hoor dat dit wel lekker is. Ei. En... Pasta. Ziet er nog best wel oké uit. Eigenlijk gewoon dat het iets meer zou zijn. Maar goed. Gaan we maar even eten. Oeh. Goedemorgen. Het is dag 4. De laatste dag. Het is 9:30. Ik heb tot 8:30 geslapen of zo. Dus ik ben zo laat gaan slapen. Ik was trouwens gisteren, ik had verteld dat ik gisteren naar buiten ging en ik zit helemaal onder de muggenbult. En ik vraag me echt af hoe. Maar ook echt helemaal onder. Ik denk oprecht dat ik een stuk of 75 op mijn benen heb zitten. Echt onder centimeter zit er wel eentje. Maar goed, laatste dag van de quarantaine. Ik heb nog niet ontbeten. Ik heb wel ontbijt gekregen, wat ook weer heel heerlijk was. Ook weer met vlees. Lekker, maar goed. Ja, ik wil eigenlijk even naar beneden om te vragen of mijn test of mijn resultaat al binnen is. En als die negatief is, volgens mij mogen we dan zeg maar gewoon de deur uit. We moeten wel even in quarantaine blijven. Kan ik gewoon even naar Starbucks, kan ik goede koffie halen. Dan zit hier eentje om de hoek. En anders moet ik even ontbijt gaan bestellen. Dus dat ga ik even vragen. En ja, de rest van de dag even werken, vliegticket boeken, kamer boeken, scooter en alle laatste dingen regelen. En dan gaan we morgen naar Bali toe. Ik kon het proberen. Die deur zat weer op slot en we mogen niet via de voordeur eruit. En die bewaker die herkent mij, want ik heb er vaak eten besteld. Helaas, dus we gaan weer eten bestellen.
Oké, jongens, dit is me gelukt. Ik hoop dat die... Ik heb wel koffie gemorst, namelijk over shirt gewisseld. Die lift werkte niet mee en deze koffie zit echt zo vol. Is alleen maar beter. Oh. En ik hoop dat deze wel lekker smaakt. Het zal vast wel, want het is Starbucks. Laat het daar wel. Ik ga deze niet hier bij mijn laptop neerzetten. Ik heb mijzelf. En ik heb een broodje pindakaas. Ja. Oké. Ik durf bijna geen slok te nemen. Omdat is misschien zo'n kwartier door smaakt. Ik hoop het niet. Ik had wel veel als een extra shot erin wilde doen. Ik denk misschien maakt het dan een beetje sterk. Oké, dit is goede koffie. Ik had ook niet eigenlijk wat anders verwacht van Starbucks, maar je weet het maar nooit hier. Voor 8 en we hebben de papieren. En dat houdt in dat we mogen gaan. Yay, let's go. Dat is fijn als je de helft al hebt opgenomen en erachter komt dat je camera niet opnam. Maar goed, we gaan het opnieuw proberen. Quarantaine dag 5 en dat houdt in dat we vandaag weg mogen. Yay. Ja, het is ook mega lekker weer, dus daar ben ik heel blij mee. Ik had vanochtend om 7:45 al mijn papieren binnen, dus dat is echt helemaal top. Ik heb mijn laatste spullen in mijn backpack ingepakt. En ik dacht, ik ga het nog even met jullie hebben over het volgende voordat ik naar Bali toe ga. Is, zoals jullie waarschijnlijk wel al hebben gezien op mijn social media kanalen, heb ik dus een gratis e-book gemaakt. En die staat in het teken van, hoe ga ik een reis voorbereiden? En ik heb dit boek gemaakt in verband met dat ik heel erg merk, in ieder geval ook in de reis van het Spanje naar hier naartoe, dat voorbereiding echt wel, ja, must have is als je gewoon relaxed op reis wil gaan. Want ik had wel natuurlijk allemaal documenten voorbereid en weet ik veel wat, maar ik had niet echt, zoals ik eigenlijk normaal doe, mijn reis voorbereid. En dat heeft me heel veel stress opgeleverd. En de afgelopen dagen heb ik natuurlijk aardig veel tijd gehad, dus die heb ik ook helemaal af kunnen maken. Die staat nu ook online, dus als je hem wil bekijken, ik zal de link in de beschrijving neerzetten. Daar kan je hem dan ook gaan downloaden. En laat vooral weten wat je ervan vindt. En als je nog vragen hebt, mag je mij ook altijd een berichtje sturen. Ja, ik ben heel excited. Want, ja, ik vind het echt onwijs leuk om dat zomaar te maken en dat dan met jullie te delen. Natuurlijk is het nu nog niet mogelijk om te gaan reizen. Maar je kan natuurlijk wel al gaan nadenken over je volgende reisbestemming. Ik kan al gaan kijken naar de voorbereidingen en dat kan je dan via dat e-book doen. Ja, dus laat maar weten. Ik hoop dat jullie hem leuk vinden. En er komt natuurlijk veel meer leuks aan. En wat dat allemaal gaat worden, dat laat ik jullie ook wel weten zodra dat allemaal af is.
En ik ga mijn backpack pakken. Ik ga mijn laatste spulletjes inpakken voor mijn handbagage. En dan ga ik naar de airport toe. Ik heb er zin in. Oké, jongens. Ik leef nog. Ik ben in Bali. En ja. Het was een prima reisje. Ik moet even denken hoor. Want wat is dit een intense stad. Ik moet er helemaal van bij komen. Ik ben denk... Nou, wat was het? Ik moet er gewoon even over nadenken. Ik kwam hier aan. En ik heb niet op het vliegveld een simkaart gekocht. Want ik kon geen plek vinden waar dat was. Het was wel heel rustig. En het was wel wijs goed geregeld met om hoe we naar binnen moesten komen. Ik heb eigenlijk, volgens mij is het ongeveer binnen 5 minuten zo buiten. Hoefde een paar papieren te laten zien en dat was het. Toen werd ik opgehaald, want ik heb een plek, die heeft een business coach voor mij geregeld, dus daar ben ik heel blij mee. Dat hoefde ik dan zelf niet uit te zoeken, want dat vond ik echt, ja, ik was ermee bezig tijdens de quarantaine en het was echt chaos. Ik denk, oh, waar wil ik slapen en zo meteen is het niet goed en weet ik veel wat. Maar dit is echt een prima plek. En diegene die heeft me ook opgehaald van het vliegveld, dus dat was echt top. Ik had alleen wel echt mega erg honger, want ik had alleen ontbeten. Bij de Starbucks alleen een broodje pindakaas. En tijdens het wachten had ik nog niet zo heel veel honger, maar voordat we hier waren was het alweer 4:30. Nou, toen begon het grote avontuur. Want ik had geen cash en ik moest wat cash halen om hier zeg maar de accommodatie te betalen. En de eerste die deed het niet. En die tweede die deed het bij mij wel, maar ik had nog steeds te weinig geld. En er was dus iemand anders, volgens mij uit Finland, als ik het goed zeg. Die kreeg het dus ook niet voor elkaar om geld uit het automaat te halen. Het is me uiteindelijk nog steeds niet gelukt, dus ik moet morgen weer opnieuw proberen. Maar diegene die zei van ja, kom maar met mij mee achter op de scooter en dan gaan we wel op zoek naar een andere pinautomaat. Waar hij uiteindelijk wel is gelukt en mij dan niet. Ik had wel wat cash. Al ruimte was niet genoeg voor het verblijf hier helemaal. En dan nog voor mijn scooter. En dat scooter is ook nog wel een leuk ding. Ik heb nog nooit van mijn leven een scooter gereden. Ten eerste, ze rijden hier links. Daar moest ik even aan wennen. En ten tweede, ik heb nog nooit een scooter gereden. Oh. En ik wist ook hier niet de weg. Ik had nog geen simkaart voor het internet. En diegene, die Finn, die had mij wel al aangewezen op een Google Maps van daar kan je simkaart halen. En dat was een klein stukje rijden. Maar ik had dan nooit op ding gereden. Mijn Google Maps die deed het niet. Ik denk, nou, ik ga maar gewoon rijden. Uiteindelijk is het wel gelukt. Dus ik heb nu een simkaart met internet. Dus dat is helemaal top. Ik heb hier maar bij de Italiaan wat op de hoek wat gehad om wat te eten. Want ik had echt geen zin om dat ook nog allemaal uit te gaan zoeken. En ja, dat eigenlijk. Ik denk dat ik morgen gewoon even de tijd neem om gewoon rond te gaan rijden. Te wennen aan die scooter. Te wennen hier aan de omgeving. Want ook al is het rustig voor nu, wat ze zeggen, het is hier rustig. Maar het is hier echt druk. Het is echt niet normaal. Maar goed, ja. Dat dus, ik heb niet heel veel gefilmd op het vliegveld in verband met... Dat er overal stond verboden te filmen, foto's maken, et cetera. En toen ik hier helemaal aankwam in Bali, heb ik eigenlijk ook niet heel veel gefilmd. Omdat, ja, ik weet niet, ik zat een beetje in het moment en ik was aan het genieten. En ik zat er niet over nadenken om zeg maar te gaan filmen. Maar ik ga vanaf morgen ga ik wel wat meer proberen te filmen. Ik had niet beloven of ik morgen dat al ga doen of dat het... vanaf die dag erop gaat worden. Want het is sowieso gewoon even... Ja, ik ben er nu. Het is goed, die hele reis was al stressvol. En nu is het gewoon hier lekker relaxed. Alles op zijn gangetje. Dingen gaan uitzoeken. En vooral genieten. Dus dat ga ik doen. En dan ga ik hem bij deze dus ook afsluiten, de vlog. Ik hoop dat je het leuk vond. Als je het leuk vond, doe dan even een comment of een like. Of deel hem. Dat is helemaal fijn. En voor de rest, hou mijn blog in de gaten. Hou mijn Instagram in de gaten. Want er komen heel veel leuke dingen aan. En dat wil je zeker niet missen. En voor de rest, zie ik jullie de volgende keer.